ziet priester Antoine Baudard een verband tussen seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk en homoseksualiteit? Er is een stroming in het Vaticaan die meent dat er wel zo'n verbinding is. En die stroming heeft dus Bertone vandaag verwoord. En behoort u tot die stroming? Buiten het Vaticaan? Nee. Ik vind dat er helemaal geen verband is tussen pedoseksualiteit en homoseksualiteit. Ah, dus u wijst deze uitspraak van deze kardinaal af? Ik persoonlijk wel, maar ik ben benieuwd. Ik ben met het academische soort. Ik ben benieuwd met wat voor bewijzen hij komt. Ja. Wordt u erop aangesproken op alles wat er in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt? Althans, alle verhalen over wat er in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt? Ja, soms wel, maar toch de laatste tijd vooral in de meer betrokken zin. Van het moet voor u toch ook al moeilijk zijn, al deze ellende. Dus het is meer het mededogen dan de agressie. Maar ik krijg ook agressie. Tot voor een week heb ik ongelooflijk veel agressie gehad. Maar dan vooral via de mail. Dus niet als je op straat bent, maar via de mail. Mensen die zelf onbehagelijk in hun eigen vel zitten, dat die kennelijk daar behoefte aan hebben om jou dan af te branden. En is er nog verschil tussen Nederland en Italië? Nou, in Italië is het natuurlijk een hele andere cultuur. Kijk, wij zijn een cultuur waar alles geformuleerd moet worden. In Italië is dat minder het geval. Maar hoe het in Italië zal gaan in de toekomst, weten we tenslotte ook nog niet helemaal. Nee, maar u zegt, ik durf nog wel op feestjes te zeggen dat ik katholiek ben. Dat zie je. Nou, dat weet men A. Dat is een voordeel dus. Nee, dat valt allemaal erg mee. Kijk, laten we wel zijn. Nu gaat het al een paar weken alleen maar over deze misdaden. Nu is het al een paar weken zo dat dus iedere priester... Een van mijn vrienden, een jonge priester uit het Limburgse, liet me vorige week weten dat hij op straat was nageroepen. Je vuile pedo. Nou, dat is natuurlijk schandalig. Ja. Maar zo dom zijn mensen. Dat durf ik dus wel te zeggen. Maar er wordt dus geleden in de Rooms-Katholieke Kerk op het moment. Ja, dit keer moeten wij leiden, ja. Wordt Mark Rutte ook VVD-premier van minder bedeelde Nederlanders? U heeft een ingrijpend verkiezingsprogramma neergelegd. Er wordt hard ingegrepen in de zorg, in de huren, in de sociale zekerheid. Wat zegt u tegen mensen die zeggen, die VVD die laten weer de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen? Dat het niet waar is. Waaruit blijkt dat volgens u? Want in de huren grijpt u in, die kunnen omhoog. In de zorg grijpt u in, de meeste mensen moeten meer gaan betalen. Andere sectoren grijpt u in. Waarom is dat een sociaal programma? Nou, om te beginnen, ik vind sociaal dat je tegen bijstandsmoeders zegt, probeer nou weer aan de slag te gaan. Ik vind sociaal dat we niet accepteren dat 60 kinderen, jonge mensen per dag in de WAJONG, dat is zo'n regeling van jonge gehandicapten, afvloeien en daarmee voor de rest van hun leven het stempeltje krijgen arbeidsongeschikt. Ja. Wat ik sociaal vind, is dat je zegt, iedereen die maar enigszins weer aan de slag kan komen, daar gaan we alles aan doen met die persoon, om dat voor elkaar te krijgen. En mensen die echt zwak staan, die ziek zijn, die echt buiten hun schuld arbeidsongeschikt zijn geworden. Uiteraard, dat is beschaving, daar staan we voor. Welke moraal zit er onder het halveren van de ontwikkelingshulp? De moraal is dat wij zeggen, zorg er nou voor dat als je Nederlands belastinggeld uitgeeft, dat je dat goed uitgeeft en zorg ervoor dat die derde wereld echt de kans krijgt zich te ontwikkelen. Maar wat wij nu doen die met die staatssteun... geld bij gebruiken? Natuurlijk, en dat doen we dus ook. Maar de helft van wat u nu doet? Ja, omdat de andere helft op dit moment naar staatssteun gaat voor allerlei regimes. En we weten dat dat niet werkt. Maar dan moet je dat geld toch ergens anders aan weggegooid. We zijn nu 60 jaar bezig. De ontwikkeling in heel veel landen in Afrika is nog steeds even zwak als 60 jaar geleden. Waarom is dat? Omdat landen als Nederland gezegd hebben, je hoeft eigenlijk geen belasting te heffen. Nee. Wij betalen jouw staatsbegroting wel zo'n beetje. Er ontwikkelt zich ook geen democratie. Nee, er gaat heel veel mis. Joop Godmers, gevreesd drugsbaron, schreef dit boek. En de vraag is, eens een boef, altijd een boef? Ik had net een zelfmoordpoging achter de rug. Het halve Nederlandse politiekorps zat achter me aan. En ik was voortvluchtig. En ik kom bij een antiekhandelaar. En die zat me aan te kijken. Maar ik was natuurlijk ook voortvluchtig, dus ik hield alles in de gaten. En hij zegt, rust heb je niet, hè? Ik zei, nee, rust heb ik niet, nee. Hij zei, weet je hoe dat komt? Ik zei, ja, dat weet ik wel, ja. Ik zeg, het halve Nederlandse politiekorps dacht hem aan. Hij zei, nee joh, daar komt het niet door. Hij zei, weet je waarom jij geen rust hebt? Hij zei, dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg, meneer, u spoort niet, hoor. Hij zegt, jij bent toch die Joop? Jij bent toch die crimineel? Hij kende u? Ja. Ik zeg, hé, meneer, dit wil u niet, hoor. Hij zei, jou, hoor. Je weet je dat Jezus Christus voor jou aan de kruis is gestorven? Ik zeg, u spoort niet, hoor. Ik zeg, meneer, dit is einde verhaal. En zo liep ik de zaak uit. Ja, uiteindelijk bent u tot geloof gekomen. Het is een lange weg geworden. Uiteindelijk heeft u God ook ontmoet en uw leven aan hem gegeven. Ja. De vraag waar wij nog mee zitten is, in hoeverre trekt die oude wereld nog? Het enige wat mij in die oude wereld nog trekt, is om hun zelf die rust en die vrede te bieden die ik ontvangen heb. Maar denkt u nooit meer, ik zou weer zoveel geld willen hebben? Nee.
Die rust en die vrede die ik nu ontvangen heb. Weet je hoeveel miljoen dat die waard is? Hmm. Mijn dochtertje is 13 jaar. Die woont weer terug bij mij. Hey, weet je hoeveel dat is? Zo, dat is meer dan al die miljoenen waard. Bekijk de complete gesprekken op www.moraalridders.tv.